de Musical Awards! Ja jongens, zoals jullie weten, wij gaan naar de Musical Awards en we zijn al in de stemming. Ja! Welke musical? Mamma Mia! Gaat ie! Zo ben ik, zo ben jij. Zo ben ik, zo ben jij. Zo zijn jullie! Zo ben ik zwaar, ja! 5, 1, 5, 6, 7, 8. Zonder jou is het leven verdrietig en grauw. Zonder jou weet ik echt niet van wie ik nog hou. Woe! Maar we zo sterk en zacht. Ja, zo sterk en zacht. Hey, als je dat dan... Wat ik heb aan jou. Nou jongens, we zijn er. Hoi, hoi, hoi. Musical 2017. Kijk maar, daarachter staat het op het scherm. Super tof. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan nu even kijken welke stemmen Nederlanders komen langslopen. Yep. En dan gaan we zo naar binnen, denk ik dan. Er worden allemaal foto's gemaakt hier. Geweldig. En straks komt het momentje natuurlijk dat we over die rode loper gaan. Super tof. Ik heb er zin in. Jij ook? Ja, zeker. Nou jongens, we staan hier weer bij Jeffrey. Hij is ook bij de Musical Awards gedaan. Leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk dat je genomineerd bent. Leuk hè? Ja. Ik hoop dat je wint. Hopen we allemaal. In ieder geval, niet allemaal, maar... Vooral jij. Wij hopen niet met z'n drieën. Ja. En ben je een beetje zenuwachtig? Nou, ik kan er niks meer aan doen. Dus het is gewoon gaan nu. Genieten van de avond vooral. Dat zeker, vooral. Ja. Zeker lukken. Veel succes. Dankjewel. Nou jongens, we zijn in ieder geval op de foto geweest met Ferry. Mij haalt haast. Dus. Ja. Maar ja, die foto hebben jullie niet gezien. Ja. Je weet dat we hem nog zien, hè. Ja. Dus het komt helemaal goed. Ik heb er zin in. Wij ook. Nou jongens, we staan hier naast Celine Purcell. Ja, gevlogd hoor ik. Ja, gevlogd. Is het de eerste keer? Ja. Ik weet het niet zo. Maar heb je er zin in vanavond? Ja, ben je een beetje benieuwd wat je aan mijn opijs kan vallen? Ja, dat valt uit. Ja, dat valt uit. Maar het is altijd wel leuk, want ik ken hier heel veel mensen. Dus dat valt zelf voor mij zo na. En hoe was het voor jou toen je ooit een keer genomineerd was? Ik heb maar twee. Dat is heel onrustig, weet je wel. Ja. Toch in de zaal zit, omdat je wordt genomineerd, dan denk je, ja, ik ben wel blij dat ik hard genomineerd heb. Niet te winnen. Ja. Maar zit je in de zaal en denk je, ja, het is leuker als ik het vanavond zou winnen, dan als ik niet zou winnen. Ja. En dan gaat dat zo door. En dan word je eigenlijk de hele avond heel aan relaxed. Dus nou, gelukkig heb ik niet twee keer gewonnen. Dus ik weet niet hoe het komt om daarna rond te lopen en te denken, ja. Nou jongens, het belletje, het teken is gegaan, dus ja, we moeten de zaal in. De zaal in en wij moeten hier het balkon op als het goed is. Ik voel me trouwens net hier Enzo Knol zo. Ik ben hier dus toch om de enige vlogger of zo tot nu toe. Ja, we hebben dus al een paar mensen, maar de beveiliging zei ook dat we niet iedereen kunnen filmen, zeg maar. Ja, Ferry doet dit en ik ben al blij, dus dan is het goed. Ja, en het is zeg maar zo ook dat natuurlijk al die sterren natuurlijk genomineerd zijn en de meeste moeten op tijd overal zijn. Maar na de voorstelling dan, na de awards, dan... Ja, dan krijg je de uitslag en dan kunnen ze gewoon wel filmen. Dus dat komt goed. Maar ja, hier is de zaal in ieder geval, hier achter mij. Dus laten we naar binnen gaan. Nou jongens, we zitten. Ja. We hebben eigenlijk best wel een hele goede plek op zich. Zo, we kunnen precies daar zo zien waar de mensen dan waar het dan allemaal bezig is, hè? Ja, ik zal de camera even omdraaien voor jullie. Nou ja, jongens, kijk dan, dit is toch ons fantastisch vaststand begonnen. Ja, jongens, sommige mensen verspreken zich, maar in ieder geval, dit is ons uitzicht. Super mooi, want, oh, staan mensen, nou ja, zeg maar daar zo, wat ik nou aanwijs, daar staan de mensen straks die hun speech gaan houden als ze gewonnen hebben.
Maar ik ben druk bezig met haar internet. Ja, ik ben mijn foto's ook belangrijk. Foto's op Instagram zetten. Ja, maar natuurlijk. Ook Ferry Doedens. Weet je hoe blij ik ben? Echt heel mijn dag kan niet meer stuk. Ja, want hij stond daar dus, zeg maar. En het was echt heel. Ja, we vroegen het. Zij vroeg het gewoon. Ja. Oh, dit is onze foto. Ik krijg hem nu in beeld. Ja, hij komt daar even in beeld. Maar in ieder geval, jongens, hij kon helaas niet filmen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij zelf van Backstage Now dus ook ging filmen. En... Maar hij wilde wel. Ja, hij wilde wel, maar hij had het te druk. Dus misschien na afloop dat we nog wat mensen... Er is nog een afterparty, dus... En daar mogen we bij. Spannend. Ik vind het echt super gaaf. Ja, het is gewoon al heel vet dat je hier gewoon bij aanwezig kan zijn. Want niet iedereen kan hier zomaar even 1, 2, 3 bij aanwezig zijn. Want het is het eerste jaar volgens mij dat je echt als normale mensen... Ah, ja, dan moet je best wel trots zijn dat je hier gewoon kan zitten. Hoor. Ja, precies. Maar in ieder geval, ik wil wel even dat jullie allemaal duimpjes omhoog doen. Want kijk eens hoe fantastisch wij eruit zien. Ja. Ah. Ja, dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Dit is ook de dresscode. Dus moest. Er zijn zelfs mensen die gewoon niks aan hebben. Dan denk ik van... Ja, die zijn natuurlijk helemaal naakt. Nee, ik bedoel geen nette pak. Maar weet je, het is een gala. Je moet wel een beetje je best doen. Ja, dat vind ik dus ook. Maar ja, niet iedereen heeft natuurlijk die gekke YouTube money zoals wij. Dus... Hebben wij dat? Ja. Dat hebben ze helemaal niet weten. Oh shit, piep even uit, want dan is het een beetje op zoek. Ja. Over ongeveer 5 minuten starten wij met de uitreiking van de Creative Awards. Nice. Over 5 minuten starten wij met de uitreiking van de Creative Awards. Nou Daphne, over 5 minuten gaat het beginnen hoor. Oh, ik kan niet wachten. Ik ook niet. Oh jee. Jullie maken met z'n tweeën op afstand. Dus... Oh, ja, dat is wel fijn. Oh, we gaan even een foto maken. Maar de jury was vanaf de allereerste tel het meest overrompeld door het spel
van Zilver met Siska. Nog een beetje op zitten. God, wat een mooi blok. Even lang heen en weer, nog meer argumenten. Ja, gelukkig hadden we een drankje bij, dus het kwam goed. Na 6,5 minuten gaan we er warm uit. Ja, ik ga het bekendmaken. De musical voor beste, ja, de beste grote musical moet ik zeggen. Ik maak de envelop officieel open. De winnaar is, eerst even de quote. De afstering is bewegelijk, de muzikale arrangementen zijn betoverend en het is het verhaal van alle tijden. De award voor beste grote musical gaat naar Stage Entertainment Nederland voor Siska de Vries. Flower power en vrije liefde vertelt het verhaal van de idealistische burger, de naïeve Claude en een onafscheidelijke vriendengroep. En let the sunshine in. Jongens, je staat hier naast de enige echte Simone Kleinsma. Ja, hoor. Die een hele grote prijs heeft gewonnen. Ja, de Vrouw Award. Ja, voor zoveel talent, zoveel jaar. Ik sta echt naast een grote idool van mij. Ja, zo, vooral zij, want zij is heel erg fan van Mamma Mia. Ja, dus ik vind het echt geweldig. Leuk dat jullie er zijn. Ja, zeker. Ja. Ga lekker een drankje nemen. Ja, ik ook. Ja, zeker. Geniet ervan. Ja, even snel een selfie nog. Selfie. Oké, jongens, we staan hier naast Dave Mantel uit de Bodyguard. Echte Bodyguard! Ja, de allerbeste, want ik heb hem al een keer in het echt gezien. Ja, dat is lief. Dat is echt super. En hoe vond je het gaan in de show vanavond? Ja, het is heel gaaf om die publieksprijs te hebben. Dat is echt heel fijn. Ik had het echt niet verwacht. Ik stond aan de zijkant en dacht, ik ga gewoon weer op. Ja. Maar ja, wij zaten hier samen. Mijn hoofd, een Bodyguard. Toen kwam de naam Bodyguard. Het is heel. Echt heel blij. Ja, dat snap ik. Het is misschien wel de mooiste prijs, hoor. Dat, dat, ja, dat doe je dit. Ja, en voor het publiek doe je de show. Dus dat is heel leuk. En zeker, zeker als je denkt, een soldaat heeft volgens mij 3 miljoen bezoekers getrokken. Ja, heel blij. Ja. En wat vind je leuker, de Bodyguard of GTA? Oh, wauw. Ik vind de afwisseling. Ik ben vooral heel blij met de afwisseling. Dus hierna heb ik weer heel veel zin om meer film met tv te doen. Ja. Ja. Hey jongens, Daphne is even de jassen halen hier zo, want ja, die konden we het even hier.
Maar in ieder geval, voor ons is het helaas weer afgelopen. Over een kwartiertje is het sowieso al helemaal afgelopen. De winnaars zijn bekend. Als je de winnaars wilt weten, staat hier een linkje in de beschrijving. Dan kun je even checken wie er hebben gewonnen. Ik heb in ieder geval wel wat stukjes gefilmd. Dus die kunnen jullie wel gewoon zien. En jongens, het gaafste dat ik deze avond heb meegemaakt, is dat Simone Kleinsma gewoon in de video zit. Ze kwam echt in de armen. Ja, ze wilde gewoon met ons op de video. En ze is nu lekker een drankje aan het drinken. En wij gaan naar huis. Wij gaan naar huis. Over een kwartiertje is sowieso afgelopen. Dus. Maar wij hebben in ieder geval echt genoten. Ja. En we hopen dat jullie deze video ook heel leuk vonden. Vond je deze video in ieder geval leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Ja. Duimpje omhoog. En abonneer je hier beneden op ons kanaal. Ja. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei. Doei. Dag. Houdoe.